Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het? Ja, gaat lekker. Ja? Heerlijk, ja. weer gelukkig. Ja. Hartstikke goed in mijn vel. Heerlijk. Ja? Ja, want we gaan even heel kort samenvatten. Heel veel mensen kennen je natuurlijk al. Je bent Damon en je werkt in 77 ook, sinds een jaar of zo. Ja, klopt. Ja, bijna een jaartje vorig jaar alweer. Zo. Ja, nou ja, een van de gekste jaren ooit, want je hebt lockdowns meegemaakt. En Sef ging ook nog eens dicht voor een paar, bijna maanden, zeg maar. Ja. Voor de verbouwing. Ja. Dus nu sta je ook wel eens in de herberg. Ja, onder andere. En in de oren, joh. En je woont op een paar honderd meter van Sef. Dus, ja, heerlijk. Ik kan lekker rollen naar huis. Studentenhockey, heerlijk, ja. Heerlijk, heerlijk. Hey, maar dan ben ik hier nou eens een keer niet voor de kroeg en voor de dingen, maar voor jouw muziek. En daar ben je alle tijd mee bezig. Ja. Je artiestennaam is Moon, zeg ik het goed? Klopt, ja. Dat zeg je goed. M-O-U-N? M-O-U-N, ja. Ja, dus... Ja. En hoe lang ben je daar allemaal bezig? Zo. Het is eigenlijk allemaal begonnen samen met mijn maatje Michiel. Begonnen we eigenlijk door verveling, eigenlijk lekker samen de studio in te kruipen. Lekker beats maken, lekker rappen erop. Sloeg nergens op, klonk nergens naar. Maar eigenlijk sinds een klein jaartje probeer ik het serieus te doen. Eigenlijk is het gewoon echt een hobby. Ik kan mijn energie erin kwijt, ik kan mijn frustratie erin kwijt. Ik wil mensen gewoon energie geven en los laten gaan op een feest. Dat is hetgene wat ik het belangrijkste vind. Ja, dat geld, dat interesseert me niet zo heel veel. Hey, en wat voor genre zeg je nou? Dan, ik heb verschillende dingen van je gehoord. Je liet Sef natuurlijk ook wel eens wat horen. Ja. En in het begin was het echt wel met zingen. Maar die laatste die ik hoorde, ja, ik kon het niet helemaal duiden, maar het klonk als een hele snelle rap waar wel melodieus over gezongen wordt. Ja. En behoorlijk snel, maar dat vond ik echt wel een lekkere track. En die heb je net uitgebracht volgens mij. Klopt, man. Ja, klopt. After van een afterparty. Ja, de naam zegt eigenlijk al, het gaat over een afterparty. Van een afterparty. Dus dan is het meestal al een uur of 7 uur 's ochtends. Precies, en die zijn het allerlekkerste. Oh ja, allerlekkerste. Maar ja, dan kom ik meestal net uit bed, dan ga jij nog even door. Ben ik er nog. Ja. En dan ben ik er nog. Wat voor genre ik graag maak. Zoals deze tune, dat heet funk. Het is eigenlijk een Russisch genre. Het is een mix van drum en bass en EDM. Maar die heb je ook gewoon hier opgenomen? Of doe je dat dan nog in de studio? Zo? Dat is helemaal hier zo opgenomen. Ja, okay. Ik gewoon op een vrije dag ga ik hier lekker achter zitten. Lekker in mijn eentje. Ik heb hier een microfoontje staan. Niet eens in een standaard of zo. Nee, gewoon super cheap. Zet ik hem lekker zo neer. Ik zoek een beat uit of ik krijg een beat. En ik begin mezelf los te laten. Oké, dan laat maar eens een stukje horen van After van een After. Ik ga een stukje horen. Het is vroeg, maar... After van een after, leg een money in mijn throat. Ik kan nogal dromen, heel mijn hersenen verdoven. Tafel vol designer drugs, het lijkt hier wel een pook. En mijn ogen halen steven door die wiet, die is er rood. Dat is THC, daarom zijn mijn ogen rood. Ik ga nog wat likken, dus ga letterlijk omhoog. Kan nog meer gaan halen, heb een stashie in de soos. En ik blaas te veel promille, daarom dat ik Nike goes. Ik sluit de after af met Nicky, Ricky, ik het Vicky. Ik kon het linker van de ditties, maar ben veel salady. Ik ben de leader van de arm, voel me net als Jiggy. Ik hoor je zusje aan me vragen, dame, wanneer Kitty? Even een klein stukje. Ja, dat is heel lekker. Maar je doet dit dus samen met iemand anders. Wat ik nu hoorde was volgens mij allemaal jouw stem. Ja, dit is allemaal mijn stem. Ja, klopt. Maar er zit ook nog een stuk in van je maat, dat is dan een soort intro. Klopt. En die loopt er onderdoor. Kan je dat ook nog eens laten horen? Ja, zeker. Maar dat is zeker, dan een beetje absoluut. Dat Russische volgens mij. Ja, absoluut. Ja, dit. Ja, super snel. Maar je ziet ook gewoon echt een tekst. Ja, het is echt een tekst. Dat gaat echt te snel. Dat is een beetje de message die ik probeer mee te geven van hè, geniet van het leven, wees, ga lekker los, doe je ding en joh, we zijn zo lang allemaal op elkaar gezeten en thuis gebleven, ga precies, lekker los. Lekker los, ja, go! Ja, go, ja, go ja heel goed man. Ja man. En nu heb je in ieder geval op Spotify staan, zag ik. Ja, mensen hoeven het dan niet te kopen. Nee, als je Spotify hebt, is dat hartstikke gratis. Het staat ook op Soundcloud, in de iTunes Store. Het staat eigenlijk alle op alle streamingdiensten. Nou, oké. Okay. Ja. En er staan ook je andere nummers. En mijn andere nummers, ja, die moet je zeker ook even checken. Ja, check alles, ja. Zeker. Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik vind dit een beter nummer dan de allereerste die je me liet horen. Dus ik zie dat dan zelf als progressie over... Ja, god, ik heb er ook geen verstand van natuurlijk, maar iets pakt me wel of niet. Maar deze vind ik echt... Dankjewel, dat waardeer ik enorm. Ik zie het ook bij mezelf natuurlijk, hè, die progressie die je maakt. En het is oefening baart kunst. En dan ben ik toch benieuwd van, en stel nou, dat je gaat hier voorlopig nog wel mee door. Stel nou dat het opeens zo aanslaat dat je... Wat, wil je ook optreden bijvoorbeeld? Ja, supergraag. Ja? Ja, supergraag. Ik kan niet wachten, hoe vaak ik hier zo voor mijn spiegeltje sta of onder de douche sta, dat ik denk van, wauw. Maar je zou het liefst stage. Nou, er zijn ook
natuurlijk wel van die, even die evenementen bij, volgens mij bij, in het Hof hebben ze ook wel af en toe zo'n middag. Ja. Maar dat is meer om je beats te delen volgens mij. Ja, klopt. De beatyard. Beatyard inderdaad. Ja. Maar ja, je moet gewoon als het podium is gewoon pakken. Yo, ik sta voor elk podium sta ik open. En ik weet zeker als mensen mij boeken voor je podium, het gaat helemaal kapot. Ja, nou, helemaal goed. Ja, ik wens je heel veel succes en dank je wel voor je tijd. En ik zie je over een paar weken weer achter de bar. Dat is goed, man. Check. Check.